In de vorige video hebben we jullie laten zien hoe we op een nieuwe bouwwijze boten bouwen. Daar gaan we nu iets dieper op in. De basis van die bouwwijze is eigenlijk de 3D core kit die we in een spantenframe plaatsen. En nu staan we eigenlijk in een casco in een veel verdere fase. Voor ons ziet het casco van de binnenzijde precies hetzelfde uit als andere casco's. Het grote verschil zit hem eigenlijk dat op dit moment er aan de buitenkant nog geen carbon zit, wel aan de binnenkant. Hoe wordt dit opgebouwd? Nou, de panelen zijn geplaatst in het spantenframe, zoals jullie in de vorige video hebben kunnen zien. Vervolgens lamineren we de binnenhuid erin. Die wordt helemaal gelamineerd onder vacuüm. Die ziet er nu groen uit, maar het groene wat we zien, dat heet peelplei. Dat is eigenlijk een beschermlaag die we op alles hebben. Die kun je eraf trekken en vervolgens heb je eigenlijk het kale carbon wat gecoat of gelamineerd of waar je op door kan bouwen. Maar wij laten deze peelplei eigenlijk zo lang mogelijk in het casco zitten, zodat het casco niet kan beschadigen, schoon blijft en netjes blijft en dat je daar later op door kan. Stap 2 is we maken de kielfundatie. De kielfundatie sta ik eigenlijk bovenop. Dus de kiel- en mastfundatie, hier komt de mast bovenop te staan. Dit zijn schuimbeams die we omlamineren, waar grote versterkingsbanen overheen lopen, over de volle lengtes van de verstijvers en de dwarsverstijvers. Daarna, hier zit een recess in het vlak. In die recess wordt de kiel van onderaf ingeplaatst. Daar komen we platen op te zitten waar de bouten doorheen komen. Als de kielfundatie klaar is, dan beginnen we met alle schotten plaatsen. Dus we beginnen voorin met het voorste schot. Voor dat schot heb je de ankerbak, daar zit de voorstrak. Dan beginnen we met het tweede schot. Dan beginnen we met de wandputtingschot en zo gaan we eigenlijk van voor naar achter, maken we het hele casco klaar met schotten. Dus een schot wordt in de boot gelijmd, dan wordt die aangelamineerd. En dan wordt het dek op de boot gelijmd. En dan wordt het dek helemaal aangelamineerd. En dat is ook de kracht van deze bouwwijze. De kracht van deze bouwwijze is dat we nu één complete stijve constructie hebben. Dit casco is nu klaar om te draaien en de buitenuit te lamineren. De kracht van dit systeem is, we hebben dus geen 4mm mal meer voor een one-off. We hebben alleen maar een spantenframe. Met deze bouwwijze besparen we veel materiaal en uren, maar we hebben vooral heel veel minder afval, waardoor we veel duurzamer kunnen bouwen. We zijn door de JEC genomineerd voor een innovatie award met deze bouwwijze. We zijn bij de laatste 3 finalisten over. Daar zijn we best wel heel erg trots op als team en we hopen dat we deze prijs kunnen winnen. Dit is de laatste video van dit schip. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.